Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats. De bijeenkomst die we vanavond hebben, dat gaat over wat er nou precies gebeurt in de Kuil. Straks krijgt u daar nog wat bijzonderheden over van de andere sprekers. Maar ik kan u alvast vertellen dat wij de Kuil beschikbaar hebben gesteld op grond van twee dingen. De eerste, een motie door de gemeenteraad van Bunschoten aangenomen, waarin de gemeenteraad van Bunschoten aan het college heeft gevraagd om in contact te treden met het COA en te kijken of er mogelijkheden zijn voor die zogenaamde crisisopvang. En de crisisopvang is in principe vooral eerst voor 3 keer 24 uur. Daarvoor hebben wij inderdaad contact met het COA gelegd en we hebben gekeken ten tweede welke gebouwen in onze gemeente daarvoor geschikt zijn. En nou zijn er wel leegstaande gebouwen in onze gemeente, maar die leegstaande gebouwen die zijn niet geschikt om daar mensen kortdurend in op te vangen, omdat er bijvoorbeeld geen sanitaire voorzieningen in zijn. En dat er geen douches zijn waarin mensen in bad kunnen. Dus dat is een belangrijk punt, dat je bijvoorbeeld heel veel gebouwen of bedrijfsgebouwen afvallen. Die kun je niet voor 3 dagen dat soort verbouwingen plegen. Vanavond gaat het om een informatieavond. U krijgt informatie, zo ook van de anderen. En daarna krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen, dan krijgt u nog meer informatie. En met die informatie hopen wij dat we u vragen, bijvoorbeeld over veiligheid of ongerustheid, over gezondheid of over andere dingen, hebben kunnen beantwoorden. En dan dat wij ook met u een plek hebben kunnen geven, dat u zich kunt melden als er dingen zijn die onverhoopt gebeuren die niet goed gaan. En dat we de komende dagen vol vertrouwen tegemoet kunnen gaan. Dan gaan we nu kijken naar de vragen die bij u leven. Dit was een heel verhaal van onze kant, maar u zult ongetwijfeld vragen hebben. Het is de bedoeling dat als u een vraag heeft, even uw hand opsteekt, zodat ik het goed kan zien. Dan gaat u even staan, noemt u kort uw naam en stelt u uw vraag. De burgemeester zal in principe kijken of hij die vraag zelf beantwoordt of dat hij deze doorspeelt naar de politie voor veiligheid of naar de GOR GGD voor gezondheid en hygiëne. Wie doet de aftrap? Is er iemand die al een vraag heeft? Mijn naam is Wim Poort en ik heb eigenlijk twee vragen op dit moment. Punt 1, er wordt heel veel gedaan voor de veiligheid van de asielzoekers, wat ook goed is. Alleen, wat zijn concreet de veiligheidsdingen die jullie kunnen organiseren richting de bewoners? Dus mogen de asielzoekers nog op het terrein af of blijven ze bij de Kuil? Persoonlijk zou ik het fijn vinden als ze gewoon een afgeschermd gedeelte hebben waar ze van achterblijven. Zodat ze niet door de buurt heen gaan lopen, hetzij 's avonds, hetzij 's nachts. Dat is één. Doen we de tweede even straks. Ja, ik ga eerst een antwoord geven. Dan vraag ik Jessica van den Burg om daar even aan te vullen. In de eerste plaats, meneer Poort, dank voor uw vraag. En ik herken hem ook heel erg, want het zijn eerste zijn deze komen in de Kuil. En wat nu? In de eerste plaats, het zijn bijna allemaal geregistreerde asielzoekers. Dat wil zeggen dat ze dus geregistreerd zijn bij het COA, waar wij weten wie ze zijn, waar ze vandaan komen, welk land en waarom. Dat is punt 1. Dus het is niet een onbekende groep. Dat denk ik wel belangrijk om het even te noemen. Het tweede is, zij verblijven in de Kuil, dat is de crisisnoodopvang. Dat is eigenlijk net al even gezegd, nu hun huis, waar zij dan tijdelijk moeten verblijven. Maar ze zullen een tijdelijke huisvesting in Nederland op welke plek dan ook moeten krijgen. Op het moment dat je in Nederland een tijdelijke huisvestingplek hebt, dan ben je, tenzij je gevangen wordt gezet, ben je vrij om te gaan te staan waar je wil. Wij zullen ervoor zorgen dat de mensen, overigens de ervaring is van de andere plekken, dat ze heel prettig gebruik maken van naar buiten gaan, omdat ze ook zelf voelen en ervaren dat ze veiliger zijn, voelen zich veiliger en het onbekende, ja waar moet je heen? Als je in de Kuil zit, waar moet je dan heen? Meneer, u zat al echt te trappelen, ik zag het. Daar komt u. Wim Poort nog een keer, ik heb twee vragen. We zitten hier op dit moment aan het begin van de opvang. Het zou waarschijnlijk vaker gaan gebeuren. Ik vind 112 bellen vind ik een stap te ver. Ik heb zoiets van, er lopen veiligen binnen en om het terrein heen. Het moet mogelijk zijn om degene die aan het hoofd staat van de beveiliging, om daar een telefoonnummer van te geven.
Naast het feit dat u 112 kunt bellen en dat u overdag het gemeentehuis kunt bellen, zullen we, wij zullen u ook nog hopen, dat zullen we ook communiceren, dat de buurt altijd 299-1555 kan bellen. En dat is het nummer van onze BOA's. En die staan direct, ook als ze geen dienst hebben, in verbinding met de bewaking. Dus dat nummer, lokaal nummer, dat krijgt u gelijk als antwoord mee. Op dit moment weet u hoeveel mannen, vrouwen en kinderen er zijn. Ik vind het fijn om te horen dat het in principe gezinnen zijn. Dat geeft toch een ander beeld dan dat er alleen maar jonge lui komen. In hoeverre weten we van tevoren wat voor mensen er komen en in hoeverre hebben we er invloed op? Dat is mijn andere vraag. Mijn eerste antwoord is, we hebben er geen invloed op. Dat wordt ons toebedeeld door de COA. We hebben vanmiddag de laatste gegevens gekregen, omdat we die nog niet wisten. Maar ik heb een paar aantallen genoemd, net aan u. En het merendeel van die mensen, daar praat ik over, bij elkaar zijn er bijna 140. 124? Ja, oké. Okay, nou goed, in ieder geval 124, 18 of 122, dat doet niet zoveel toe. Maar van die mensen is een groot deel uit Syrië afkomstig. Ik wil graag geïnformeerd worden hoe jullie de zaken van tevoren hebben bekeken. En wat je gaat doen in geval van calamiteiten. Ik heb al gezegd een besluit, een motie van de gemeenteraad om de uitnodiging aan het college. Kunnen jullie gaan bekijken of er een locatie in Bunschoten geschikt gemaakt kan worden? En dat hebben we gedaan. En dat hebben we gedaan op basis van wat ik eerder hier al zei. Ik weet niet of u toen al was. Dat we gezegd hebben, daarom zijn we bij de Kuil uitgekomen. Want vele andere locaties zijn of niet geschikt of niet goed genoeg te beveiligen. Dus dat is een hele belangrijke. Het tweede is dat op het punt van veiligheid en gezondheid zijn een aantal afspraken gemaakt. Zowel op het punt van veiligheid, voor de politie net al even herhaald. In geval van een calamiteit is er dus politie en dus ook extra politie beschikbaar. Daarom heb ik ook gezegd, bel 112, bel de gemeentelijke BOA of kom naar het gemeentehuis of maak een afspraak of bel het gemeentehuis. Ik ben van de Spakenburgse Vrijheidspartij en van de PVV. En ik spreek namens een aantal mensen die rond de Kuil wonen. Daar heb ik twee vragen voor u. Nederland wordt sinds een aantal maanden overstroomd door vluchtelingen. Vorige week waren dat er 13.000. Nou, dat is een gigantisch aantal en logistiek is het heel moeilijk te handelen. Toch heeft Bunschoten via de motie bepaald dat hier ook asielzoekers mogen komen. Die worden opgevangen in de Kuil. Ik vind het eigenlijk een gemiste kans voor de Raad, want de Raad zegt altijd, zo, we willen de politiek... Komt u tot die vraag aan ja, mij? We willen de politiek dicht betrekken bij de burgers, maar er is geen inspreekavond geweest. Dus niet alle burgers hebben een mening over deze belangrijke kwestie laten horen. En bent u niet met me eens dat dit een gemiste kans is? Dat is één. En de tweede is, de mensen bestaan voor een groot gedeelte uit man en jongen. Die straks in de Kuil gehuisvest worden. Die blijven niet op een houtje zitten in het weekend. Die willen eruit en die mogen eruit. En die komen dus ook bij ons in het centrum in het dorp. En ik ben bang dat dit best wel eens problemen op kan geven met onze uitgaande jongeren. Ik ga uw vragen beantwoorden. De eerste vraag is politiek. We hebben in de gemeenteraad over een motie gestemd, democratie. En de democratie heeft uitgesproken dat deze motie is aangenomen. Dus het college van BNW voert die uit. Tweede, het gaat om crisisnoodopvang. Dat is niet wachten tot we nog eens een keer drie bijeenkomsten hebben gehad en of het dan wel kan of niet kan. Dan moet de gemeentebestuur en de burgemeester zijn verantwoordelijkheid nemen. En dat heb ik ook gedaan. En dat heeft ook het college gedaan. Drie, als er op grond van de motie andere plannen worden gemaakt om asielzoekers tijdelijk te huisvesten in gebouwen of op andere kantoren of wat dan ook. En we zouden dat willen doen, dan gaan we dat eerst in beeld brengen. Vervolgens wordt het voorstel gedaan. Gaat in de raadscommissie, kan worden ingestoken. En dan pas tot de gemeenteraad een besluit nemen en dan pas doen we dat. Goed, hoe vindt u, u was bij de informatiebijeenkomst over de opvang van de asielzoekers. Wat vindt u van deze informatieavond, dat de gemeente u zo geïnformeerd heeft? Ik vond het een prima informatieavond. Ik vond ook dat de burgemeester alles goed uitgelegd heeft. Het enige jammer wat ik ervan vind is dat we vanavond de informatieavond hebben en dat ze morgenochtend al komen. En aan de andere kant begrijp ik ook wel van het is een noodopvang en het is crisis. Dus dat je dan ook niet veel tijd van tevoren hebt om allerlei mensen daarover te informeren. Maar de informatie die was duidelijk.
Want u was best fel eventjes, hè, van 4 niet geregistreerde mensen. Hoe kan dat nou? Waarom bent u daar zo ontevreden over? Omdat ik vind dat we in de media is over het algemeen vrij links. Wat we heel veel zien in de media is van, met name is dat we vrouwen en kinderen voornamelijk in het beeld gebracht zien worden. Daarnaast zien we heel weinig, worden er vragen gesteld over allerlei jonge mannen die naar ons land toe komen. Waar die vandaan komen. We lezen wel allerlei kranten. En daar maak ik mijn eigen ernstig zorgen over. En op het moment van dat ze dan zeggen, ja, er zitten geen geregistreerde mensen bij. Dan heb ik bij mij gaan dan alle alarmbellen af. En dan denk ik bij mezelf, ja, wie zijn dat dan? Ik ben in het verleden hebben wij, is er bij ons thuis ingebroken op de Buizert. Er is wat die meneer of die jonge man die kwam uit een asielzoekerscentrum vandaan. Die was 's avonds midden in de nacht met een groot mes kwam die op ons af. Nou, gelukkig was er heel snel was de politie. Maar dat zorgde wel voor van, dat gegeven nog steeds in mijn hoofd zit. En dat ik dan denk, ja, via geen geregistreerde, we moeten allemaal geregistreerd zijn. Dus waarom is dat dan niet zo van dat die niet geregistreerd zijn? Ik wil gewoon graag weten waar al die mensen vandaan komen. In ieder geval dat de overheid weet waar ze vandaan komen. Ja. Wim Poorts, je was heel betrokken bij de informatie aanwezig. Wat vond je van deze informatiebijeenkomst? Ik vond hem goed. Je kunt niet alles uitsluiten, maar ik vond de duidelijkheid van de informatie vond ik gewoon goed. Ja. Helder verhaal, maar je gaf toch wel aan dat je je zorgen maakte om de veiligheid. Waar komt die bezorgdheid vandaan? Ik heb een dochter van 17, ik heb een dochter van 14. Het is 's avonds, is het ook donker. Ik vind het persoonlijk fijner als ze gewoon in de kuil blijven in een afgesloten gebied. Dat vind ik toch prettiger dan dat je s'avonds in één keer een paar jongelui tegenkomt. Jongelui kom je vaker tegen, maar dan asielzoekers in dit geval, vluchtelingen. Ik vind het minder prettig. Na het verhaal van de politie, de surveillance diensten, noem maar op. Heb je nu vertrouwen daarin, in dat verhaal? Ja, eerlijk gezegd wel. Ja, ze hebben me een stuk geruster gesteld. Ja, je kunt niet alles garanderen, maar ik ben tevreden. Ja, absoluut. Burgemeester, de informatieavond over de opvang van de vluchtelingen in de Sporthal de Kuil. Hoe vindt u dat deze informatie is ontvangen door de burgers? Ik denk heel goed. Ik zie dat de burgers zijn met vragen en zorgen. En die hebben ze kunnen uiten en die hebben ze goed mogelijk kunnen beantwoorden. En er zijn ook burgers die er vertrouwen in hebben. En er zijn ook burgers die zelfs de handjes uit de mouwen willen steken als vrijwilliger. En wat dat betreft heb ik vertrouwen in dat het op deze manier wel goed gaat komen. Begrijpt u de zorgen van de burgers? Ja, het zijn ook mijn zorgen. Als burgers zeggen, hoe gaat het met de veiligheid? Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid. Dus als burgemeester zeg ik dan niet van, oh, dat stelt niks voor. Dus ik ben daar juist mee bezig. Daarom heb ik met politie en met andere mensen van tevoren gesproken. Hoe kunnen we de veiligheid zoveel mogelijk waarborgen? Ik kan het geen garanties geven, maar die kan ik voor niemand op straat geven. Maar wij kunnen wel als gemeente, juist met deze situatie in de Kuil, zoveel mogelijk doen om de veiligheid voor zowel onze burgers als voor de vluchtelingen, om daarvoor te zorgen. Er waren een aantal best wel felle vragen. Hè? Daarin merkte je ook aan de mensen die de vragen stelden dat ze heel erg toch wel angstig waren, heel erg bezorgd waren. Begreep u ook de vraag, de angst voor mijn gezin en het voorstel om een soort tijdsklok in te zetten van tot zo laat mogen jullie naar buiten en anders niet? Ja, kijk, de Kuil is een opvangcentrum en geen gevangenis. Dus ik heb geen mogelijkheid of bevoegdheid om dat af te sluiten. Als iemand zich misdragen, dan pakken we hem op en dan wordt hij afgevoerd en dan is die politiewerk. Dus dat is een hele andere situatie, maar op voorhand niet. Dat was het eerste antwoord. Het tweede antwoord is, wij gaan met de mensen spreken en zeggen, dit zijn onze huisregels. Willen jullie zo laat binnen zijn en dan gaan slapen, zodat de buurt niet onrustig wordt. Zodat de kinderen die in de hal slapen niet wakker worden. Dus we gaan het gesprek aan om zich aan de huisregels te houden. En als mensen zich niet aan de huisregels houden, zich daar toch op aanspreken. En zeggen van nou, dit vinden we niet fijn en dat zullen we anders ook aan de COA melden. Dus ik heb eigenlijk dat op basis van de ervaringen van deze groep, die ook uit twee gemeentes komt waar wij contact mee hebben gehad. We weten hoe ze zich daar hebben gedragen. Heb ik ook geen aanleiding om te veronderstellen dat dat fout gaat.
Dus ik ben optimistisch, maar niet naïef. Dus we zorgen ervoor dat er wordt toegezien. Er is toezicht rondom de kuil, in de kuil. En als er wat is, dan moeten mensen die ongerust zijn dat uitspreken. Laat ze alsjeblieft dan contact met ons opnemen. Oké, nou, helder verhaal. Dank u wel. Graag gedaan. Ja. En die hadden dit speciaal gemaakt om de vluchtelingen welkom te heten. Wat ook erg leuk was, is dat er wat kinderen langs de deuren zijn gegaan met een klein spaarbusje. En die kwamen een klein spaarbusje brengen met 25 euro voor de kindertjes van de vluchtelingen. Er zijn ook leuke geluiden die ik ook graag wil laten horen. Ga even met me mee en dan zal ik jullie rondleiden hoe we het gedaan hebben. Je ziet hier, oorspronkelijk moesten we er 100 inrichten, maar we hebben hier nu een zaal van 20 en nog een keer 20 gemaakt. En daarachter die scheidingswand die gewoon de hele nacht dicht blijft en de dag ook dicht blijft, hebben we dus 3 compartimenten van 30 slaapplaatsen gemaakt. Overdag kunnen de mensen hier vertoeven met elkaar. We hebben voor de kinderen een speelplaatsje gemaakt en dit is door 1 simpele oproep. Kijk eens wat er nu binnengekomen is, binnen 2 uur. Allemaal speelgoed voor de kindertjes en ik heb gezegd stoppen nu maar. En we kijken wel even of we nog genoeg hebben. Overal staan natuurlijk ook brandblussers voor de veiligheid. Voldoende stroompunten. Een veldbedje. Het is allemaal maar behelpen, maar het is natuurlijk voor de eerste nood. Veldbedje met een warmtedeken, een vliesdeken en een kussentje. En voldoende ruimte om nog even persoonlijke spullen neer te leggen. En allemaal hebben ze een stoel ervoor om hun kleding op te hangen. En dat is het. Compliment. 8 oktober, een dag die belangrijk is. Want op 8 oktober komen hier 124 vluchtelingen. En eigenlijk zouden ze om 4 uur al gekomen zijn. Het is nu 4:30. En ze zijn er nog steeds niet, want het is een uurtje verlaat. Maar alles is werkelijk klaar. De gemeente heeft hier fantastisch werk verricht. Alles staat in afwachting van deze mensen die uit Zutphen en uit Epe komen. En we hebben al vernomen dat ze het daar zeer naar hun zin hadden. Dus ik hoop van harte dat ze het hier ook naar hun zin hebben. Ze gaan van locatie naar locatie, want het is noodopvang. En noodopvang betekent dat ze daar niet lang kunnen blijven natuurlijk. Maar het is van binnen ook zo mooi. En Henita die heeft het al helemaal gezellig gemaakt. We gaan even met haar praten. Henita, ik kom hier binnen en ik denk hoe gezellig ziet dit er allemaal uit voor die kindertjes. Hoe komt dat zo? Nou, de genadebron die heeft hier alles gebracht en het stond allemaal in dozen op de tafels. En we hadden zoiets van, dat nodigt niet echt uit om mee te spelen. Dus we hebben gezegd, we pakken alles uit, we gaan het gewoon allemaal een leuk plekje geven. En als straks dan de kinderen binnenkomen, dan kunnen ze ook toch zien, hè, waar kunnen we mee spelen. Of het nodigt uit om iets te gaan doen. En hier hebben we dan een soort knutseltafel voor ze gemaakt. En met al die spullen die we hebben gekregen, hebben we toch iets leuks te neergezet. Dus je hebt echt je hart erin gelegd? Ja, ik heb mijn hart erin gelegd. Leuk. Ja. Jacques Nel, in afwachting, wat houdt dat nou in? De voorbereiding voor zo'n operatie. Ja, dat is inderdaad een enorme klus. Maar we zijn gelukkig, wisten we al van tevoren dat we 100, tenminste dat het college en de gemeenteraad besloten had om 100 vrijwilligers, of tenminste 100 vluchtelingen op te gaan vangen. En hebben we ons draaiboek in werking gesteld en we zijn bij elkaar gaan zitten. We verkeerden toch wel in een luxe positie om alles keurig, netjes, rustig aan uit te gaan werken. We hebben de voorbereidingen allemaal getroffen om voor 100 vluchtelingen opvang te regelen. Eerst de locaties allemaal bekeken, bleek uiteindelijk dat de kuil de geschiktste locatie was om het te doen. Mensen geïnformeerd en uiteindelijk is dat uitgezet, gepubliceerd, totdat wij uiteindelijk van het COA de vraag kregen om 150 vluchtelingen op te gaan nemen. En dat moest dan tegelijk donderdags, vandaag dus al gaan gebeuren. En dat betekende dat wij vanaf gisteren enorm in de slag zijn gegaan met allerlei medewerkers van de gemeente en om dat allemaal op poten te zetten. Gelukkig hebben we daar een draaiboek voor. Iedereen doet zijn of haar werk. En ik kan zeggen dat dat draaiboek werkt uitstekend. En zoals jullie hebben kunnen zien vanmiddag, ziet het er allemaal gelikt uit en zijn we er klaar voor.
Waar moet ik nou allemaal aan denken? Want ik denk aan schotten zetten, bedden maken, maar ik vergeet de helft natuurlijk. Wat houdt het allemaal in? Ja, om even te bekijken, u ziet hier twee van die grote mensen staan. De beveiliging moet geregeld worden 24 uur per dag. De politie moet geïnformeerd worden, de GGD komt diverse keren langs om alles te bekijken of alles hygiënisch gaat. Ze zijn enorm bang voor infectieziektes. De brandweer die komt continu kijken. Ik heb al 6 keer een bezoek gehad van mensen van de VRU om te kijken of alle vluchtwegen veilig zijn. Natuurlijk moet je spullen gaan bestellen, moet je alles in gang gaan zetten. Maar wat te denken van alle vrijwilligers die ook moeten komen. En de mensen die ook spontaan hun hulp aanbieden in de vorm van kleding of speelgoed. Ja, dat moet allemaal gearrangeerd worden, georganiseerd worden. En gelukkig hebben we daarbij de boeien een uitstekende instantie voor kunnen vinden die alle vrijwilligers coördineert. En de genadebron, daar kan alle kleding naartoe gebracht worden. En ja, dat werkt prima. Dus alstublieft niet naar de Kuil toe brengen, want we hebben genoeg. En als je ziet wat voor speelgoed we al gekregen hebben in 4 uur tijd, dat is gewoon ongelooflijk. Hoe kijk je dan naar Spakenburg? Ja, fantastisch. Hè? Je hoort natuurlijk ook wel eens de berichten op social media. Maar als je dan wat dieper en breder met de mensen gaat praten, en zullen het ook wel zelf zien. Als je dan een gezinnetje ziet komen met een moedertje en 5 kindertjes met een zakje van de Jumbo, dan word je stil. En zelfs de grootste schreeuwers, om het maar zo te zeggen, die houden dan hun mond. En die denken van ja, dit is toch wel erg. Die kun je natuurlijk niet zomaar in de buitenlucht laten slapen. Mensen die hebben hun huis en haard moeten verlaten. Welgestelde mensen zijn het over het algemeen. Net als wij hier in Bunschoten-Spakenburg. En mensen hebben een bedrijf, moeten alles achterlaten om te vluchten voor oorlogsgeweld. En dan is het toch keurig. Dat is niet meer dan je plicht, denk ik, om die goed op te kunnen vangen. Helemaal mee eens. Als ik nou denk aan sanitair, hoe zit dat? Natuurlijk heeft de Kuil sanitair, maar niet genoeg. Hoe gaat dat? Ja, onvoldoende. Dat wordt dus allemaal in beeld gebracht. En dan moeten er allemaal extra voorzieningen komen, zoals pedaalemmerzakken. En het vuilnis moet allemaal dicht in dichte prullenbakken afgevoerd worden. En 1 op de 8 personen moet beschikken over een eigen toilet. Zo moet, voor 8 personen heb je een toiletje nodig. Dus dat wordt dan precies berekend. We gaan nu ook een extra toiletunit nog plaatsen. En de GGD heeft daar nog wel hele strenge eisen aan. We maken 4-5 keer per dag de toiletten schoon. 2 keer minimaal door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Dat echt volgens de regels allemaal gebeurt. En dan komen de Spakenburgse vrijwilligers. En ik durf te stellen dat die nog beter schoonmaken dan het gespecialiseerd bedrijf. 200 mensen hebben zich opgegeven, die hebben aangegeven wij willen wat. Hoeveel hadden jullie er nodig? Nou, het zijn er inmiddels al 250 geworden. Hoeveel we er nodig hebben, ja, dat weet ik niet precies. Maar ik denk dat wij over de dag genomen gemiddeld een 10 vrijwilligers nodig hebben om allerlei hand- en spandiensten te gaan verrichten. Maar dat hangt er vanaf, wat ga je doen met de kinderen, wat ga je doen met de volwassenen. Worden er nog uitjes georganiseerd. En van het gemeentehuis hebben wij continu 3 man personeel. Dat proberen we 4 man nu in het begin nog wat meer, maar dat schalen we wel af. En EHBO is ook altijd aanwezig. Dus al met al denk ik dat we continu over de dag genomen met een 20 vrijwilligers zijn. En s'avonds zal dat teruggebracht worden naar 10. Ook professionele krachten natuurlijk dan. Ja. Dan kan ik me voorstellen, er zit iemand te kijken en die denkt, wie betaalt dit allemaal? Dat is de overheid, de gemeentelijke overheid in dit geval. Dus we proberen uiteraard de kosten te budgetteren en ook zo gering mogelijk te maken. Dan, dat verband is natuurlijk ook al leuk dat je van bijvoorbeeld Bakkerij Het Stoepje van Peter Marcel Beukers spontaan medewerking krijgt. Dat die gevulde koeken en krentenbollen en alles belangeloos beschikbaar stelt. Nou, de Ethos die geeft zo'n 100 handdoekjes en we hebben nog wat handdoeken kunnen krijgen. Maar ja, uiteindelijk zullen de kosten terechtkomen bij de gemeente Bunschoten in dit geval. Mooi, hè? Hoe heten jullie? Mees. En jij? Hij heet Storm en ik heet Mees. En jij heet Mees. En waarom hebben jullie een tekening gemaakt? Omdat de vluchtelingen. Dat weet ik niet meer eigenlijk. Ik denk dat jij dacht van ik ben blij dat ik geen vluchteling ben en ik vind het leuk dat ze hier komen en daarom maak ik een tekening. Ja. Ja? Zo was het. En jij, Storm? Omdat we het fijn vonden voor de vluchtelingen dat ze kwamen. Durf je hem ook zelf te geven? Nee. Waarom niet? Omdat ik het
gewoon een beetje eng vind. Oké. Okay. Klaas Ruizendaal, ik zie hier allerlei hesjes lopen. Oranje, groen, geel. Hoe zit dat met de vrijwilligers? Vrijwilligers, we hebben het zo ingedeeld dat er van de gemeente zeg maar 4-5 man personeel per dag loopt. Die hebben dan oranje hesjes aan. En het hoofdopvang een groen hesje. Die is de baas hier ook. Die is het aanspreekpunt. Wat die zegt, dat gebeurt. Ja. En daarom hebben we die gele hesjes. Zijn vrijwilligers van de boei. En vanuit de genadebron. En die vermaken de kinderen. Die helpen met uitdelen van het eten en drinken. En die worden ook elke keer verwisseld veranderen. En wij draaien shifts van 3 keer 8 uur. Met 4 medewerkers overdag. En 's avonds. En 2 in de nacht. Dat is de bedoeling. En dat doen we dan 4 dagen lang. En hoe zit het nou met het eten? Er zal ook bijzonder eten moeten zijn. Hoe hebben jullie dat geregeld? Dat is ook altijd even een vraag. Wat komt er allemaal precies binnen aan nationaliteiten? En we weten natuurlijk dat die mensen een bepaalde keuze hebben van eten. En we hebben een speciale catering ingehuurd die dat halal eten zeg maar bereidt. En dat wordt dan ontbijt, lunch en avondeten. Wordt ook allemaal netjes uitgedeeld door de vrijwilligers. Super. Ja? Goed geregeld. Ja, dat vinden wij ook. Het is toch een... Iets waar je niet alledaags doet, zeg ik altijd. Nee. En je hoopt ook niet dat dat vaak gebeurt, maar als het moet, ja, dan moet dat. Ja. En ik zie het, ja, ik vind het inderdaad heel prachtig dat het hier allemaal zo gaat. Hè? Want je ziet hoeveel mensen erbij betrokken zijn en hoe het dan loopt. En ik ben ook een arme zo deze kijken vorige week. Ja, mensen zijn allemaal behulpzaam. Hè? En ik vond de mensen ook heel rustig daar ook. Niet overdreven druk of baldadig of weet je wel. Het ging heel gemoedelijk daar ook. Alleen je moet altijd wel, zeg ik altijd, een beetje een aanspreekpunt hebben. En alle begin is moeilijk. Registreren en mensen opvangen, verschillende talen. En hoe gaat het straks? Ze komen nu zo meteen en wat gaat er dan gebeuren? Ze komen straks uit de bus, uit Zutphen komen er 82, uit Epe komen er 39. Die worden netjes opgevangen, die worden naar de recreatiezaal gebracht. Even rustig eventjes even bijkomen, wat koffie, wat thee, wat fris, wat fruit. En dan gaan we op een gegeven moment rustig gaan registreren. Dan krijgen de mensen allemaal een rood bandje om. Ze krijgen een kaartje met een wifi-code. En ze krijgen nog een plattegrond mee van de gemeente Bunschoten. Ze kunnen ook zich ook vrij bewegen hier in de gemeente. Dan mogen ze ook, ja, voor mij wordt gewoon een stukje lopen, dat mag. En als ze dan slechts maar 1 uur of 7 het eten op hebben, dan krijgen ze een bed, dan krijgen ze wat spullen, dan krijgen ze tandenborstel, dan krijgen ze wat scheerschuim, een handdoek. En dan gaan ze rustig aan een plekje zoeken, hopen we. En dan gaan wij nog even kijken wat de registratie en wat allemaal goed zit. Dat denk ik dat zo gaat. In die richting. 124 mensen. Veel gezinnetjes, en dat zien we ook, kinderen erbij uit Syrië, maar ook andere nationaliteiten, ook uit Oekraïne. Mensen zijn al misschien al wel maandenlang op de vlucht. Er zijn allerlei mensen en ze worden in hun eigen taal tegemoet gekomen, want er is ook een tolk van de gemeente en die spreekt meerdere talen. Ja, en hier is veel speelgoed gebracht, zoveel dat het soms bijna te veel is, maar 1 kindje komt al binnen met een fietsje. Dus ook in Zutphen en in Epe is het zo geweest dat de mensen allerlei spullen doneren om deze mensen maar ter wille te zijn. Dit is de lokale omroep Spakenburg, de omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat, waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats.